welkom bij deze nieuwe video. Het is nou de maand juni en een nieuwe maand betekent ook weer een nieuwe Goodiebox unboxing. Ik denk dat de meesten nou onderhand al wel weten wat Goodiebox is, maar toch voor de mensen die het nog niet weten. Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt met minimaal 5 beauty producten van minimaal ter waarde van 65 euro voor slechts 20 euro in de maand. Dus het is een soort van... Niet soort van, het is een beautybox abonnement, ook gewoon maandelijks opzegbaar. Elke maand ontvang ik dus zo'n box en dan ga ik hem unboxen op mijn kanaal. En ik breng ook gelijk aan wat ik kan aanbrengen. En het zijn altijd beautyproducten. Dus het kan make-up zijn, skincare, accessoires. Maakt niet uit wat, als het maar te maken heeft met beauty. En ik ben weer heel enthousiast over de box van deze maand. Ik ben altijd enthousiast over elke box. Als jij al bent geabonneerd op Goodiebox, dan kun je samen met mij vandaag unboxen. Ben je nog niet geabonneerd, dan staat er beneden in de beschrijving onder deze video een linkje en dan kun je je makkelijk aanmelden voor 20 euro in de maand. Vind je het nou toch niks, je kunt gewoon maandelijks opzeggen, dat is geen enkel probleem. Dus dit is wat we vandaag gaan doen. We gaan deze box unboxen, dus heb je er net zoveel zin in als ik en ben je ook nu al enthousiast? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Bij elke box krijg je elke maand een e-mail en in die mail staat ook informatie over alle producten, dus dat ga ik er eventjes bij pakken. En elke box heeft elke maand ook een thema en van de maand juni is het een vitamine C, is het thema. Dus ze bedoelen vitamine C, maar in plaats C hebben ze gedaan C van zee. En er staat bij, van de zee gaat een hele sterke kracht uit en kom je helemaal van tot rust. En wat ook leuk is om te weten, is dat alle producten in deze box zijn duurzaam. De ingrediënten, verpakkingen of merkwaren zijn goed voor jou en het milieu. Dus dat is helemaal top. Milieubewuste ontspanning. We gaan beginnen. Ik heb al stiekem gespeakt. Dat doe ik altijd voordat ik de video begin. Ik ga beginnen met het eerste product. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 producten. En het eerste product kan ik ook gelijk aanbrengen. Van Balance Me heb ik de Rose Otto Face Oil. En die is 40 euro voor 30 milliliter. Dit is dus een gezichtsolie, vind ik altijd heel fijn, want ik heb een droge huid en dan voelt het altijd lekker van aan. Er staat dus 40 euro voor 30 milliliter, dus dat is dan de full size. Dus wij hebben niet de full size, we hebben 10 milliliter, maar dat is ook wel een hoop. Maar dus 1/3 van de full size verpakking. Er staat bij, geef je huid wat extra hydratatie met een gezichtsolie die duurzaam is verpakt. Dus de verpakking is duurzaam. Er staat ook op 100% naturel, helemaal top dit. Gebruik in de ochtend en in de avond nadat als je je gezicht hebt gereinigd. Rol de olie over je gezicht, adem de heerlijke geur in en masseer zachtjes van je voorhoofd tot je hals. Nou, mijn gezicht is nu helemaal schoon. Ik doe even een haarband in om mijn haar uit mijn gezicht te houden. Oh, het is echt zo rollen. Dat is grappig. Oké, nou, ik ga hem gewoon aanbrengen. Dit voelt echt heel grappig aan. Het ruikt een beetje apart. Er staat ook tot aan je nek. Ik doe sowieso altijd alles ook bij mijn nek. Ik denk dat ik zo al genoeg heb aangebracht. Even een beetje... blenden met mijn handen. De geur. Het heeft een beetje een groene theegeur. Het is niet echt een wauwgeur of zo, maar ook niet een vieze geur. Gewoon echt een beetje gewoon groene theegeur. Wauw, mijn huid voelt lekker geolied aan. Is dat een woord? I don't know. Voor de mensen die mijn zus kennen, Samira Marik, zij gebruikt alleen maar biologische dingen. Dus echt alles met natuurlijke ingrediënten en dat soort dingen. Dus dit soort dingen zijn echt iets voor haar. Dus ik denk ook dat ik een aantal producten aan haar ga geven. Het volgende is een borstel. Van Anouen heb ik de Eco Hairbrush. Winkelwaarde is 15 euro. Dit is dus echt een super duurzame haarborstel die ik helaas niet kan gebruiken. Want ik gebruik een borstel die speciaal voor krullen is. Maar iedereen met stelhaar kan deze borstel gewoon gebruiken. Inclusief mijn zus. Dus deze gaat sowieso naar haar. Hier gaat zij heel blij mee zijn. En bij de info staat erbij. Dankzij zijn flexibele vorm past de borstel zich aan de vorm van je hoofd. En je krijgt ook een soort van zachte hoofdmassage. Kijk, hij is ook zo een beetje gebogen zoals je kunt zien. En het gaat dan zo mooi over je hoofd heen. Kleine tip, houd hem uit de buurt van hete lucht. Het product is milieuvriendelijk. Hij is gemaakt met afbreekbaar materiaal. Dus ja, als je hem dan bij hitte houdt, dan gaat hij kapot. In de juiste omgeving zal hij 5 jaar meegaan. Goed voor je haar en voor het milieu. Ik had hem echt super graag willen gebruiken. Maar ja, helaas kan het niet. Maar deze gaat sowieso naar mijn zus. Volgende is make-up. Daar word ik altijd de meest blij van. Van Sandstone heb ik de Raincoat Waterproof Mascara. Winkelwaarde 21 euro. En wij hebben de full size. Ik moet zeggen dat deze mascara er echt super luxe uitziet. De verpakking is echt heel luxe. Hij is ook 21 euro. Dus is ook niet per se heel goedkoop. Ik word altijd het meest
blij van make-up. Maar qua make-up word ik altijd het minst blij van mascara. Omdat ik dus bijna geen wimpers heb. En ik draag altijd nep wimpers. Dus mascara is nooit echt iets waarvan ik denk, oh yes, ik ben echt blij dat ik die krijg. Maar ik denk dat de meeste van jullie dat wel hebben. Omdat ja, toch de meeste vrouwen over het algemeen gewoon mascara doen. En niet allemaal nep wimpers en zo extra zijn als mij. Maar ik ga hem wel proberen natuurlijk. Ik krijg hem niet open, want mijn handen zitten onder die olie. Oh my god. Hij gaat gewoon niet open. Wie heeft het ding dicht gedaan, joh? Oh mijn god, als ik jullie zeg dat ik hem gewoon niet open krijg. Ik wil hem wel echt aanbrengen, hoor. Hij is gewoon zwart, by the way, zwart en waterproof. Oh, hij gaat open volgens mij. Approximately 10 hours later. Hij is open. Oh mijn god, ik was echt bang dat ik hem niet open ging krijgen. Dit is dan de borstel. Oké, ik ga hem aanbrengen. Ik ben nou, by the way, echt helemaal niet opgemaakt of zo. Maar ik ga gewoon random deze mascara aanbrengen. Op mijn kleine mini wimpertjes. Nou, ik heb hem aangebracht. Je kunt bijna niks zien, want ik heb echt geen wimpers. Het is echt een lengte mascara. Hij geeft alleen echt geen volume. Ik hou altijd meer van volume mascara's, maar niet iedereen houdt daarvan. Ik ben meer van het volume en een tikje te klonterig. Ik denk dat mijn moeder heel blij zou gaan zijn met deze. Dus deze ga ik aan haar geven. Er staat by the way ook erbij dat hij echt super waterproof is. Dus echt niet gaat lekken. En hij is allergievrij. Dus als je hele gevoelige ogen hebt, dan gaat hij ook gewoon werken voor jou. Dus dat is top. Het volgende is heel handig voor de zon. Van Karma Majeur heb ik de Sun Body Lotion SPF 15. Winkelwaarde €35 voor 200 ml. Full size is dus 200 ml. Wij krijgen 30 ml. Dat is een heel stuk minder. Maar op zich is dit flesje best wel nog groot. En dit is dus gewoon letterlijk zonnebrandcreme. Ik gebruik ook altijd de zonnebrandcreme op mijn gezicht. Die mix ik dan met mijn dagcreme als ik naar buiten ga. Want mensen doen zonnebrandcreme op. Ook al is het gewoon een normale dag. Doe het op. Mix het gewoon met je dagcreme. Zoals ik doe, want anders beschadigt je huid echt. Dus ik ben hier heel blij mee. Er staat voor je lichaam en je gezicht. Dus mocht die van mij opgaan, dan heb ik deze als backup. Dus ik ben hier echt wel blij mee. Ik ga even een beetje... Oh, alles is eruit gesquirt. Oh my god, dat was niet de bedoeling. Dat ging niet echt heel soepeltjes. Kijk dit nou allemaal hier. Ik ga gewoon even een beetje hier doen. Ik wil het nou even niet op mijn gezicht doen, want daar heb ik nou die olie. Hij ruikt lekker naar... Naar mintgeur heeft hij. I like it. Er staat ook bij, even kijken, er staat verkoelende munt- en lavendelgeur. Kijk, dat heb ik dus goed geroken. Want dat had ik nog niet gelezen. Het volgende is ook weer voor je haren. Is ook het laatste. Van Valcare heb ik de Shampoo Bar. Winkelwaarde €12. Dit is een soort van shampoo zeepbar. Ik heb zoiets een keer gezien in een video van zo'n meid. Die de hele dag allemaal van die milieuvriendelijke dingen ging proberen. En zij had toen ook zo'n bar voor je haren. En dat is deze ook. Alleen is die groen. Die van haar was geel. Kijk, en hiermee moet je dus je haren wassen. Zij vond het niet zo fijn. Weet ik nog. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. En je moet dan gewoon je haren nat maken. Gewoon dit in je haren wrijven. Lekker met je handen er doorheen. En dan op die manier gewoon je haren schoonmaken. Deze kan ik ook niet gebruiken. Want ook voor mijn haar weer gebruik ik alleen maar bepaalde producten voor krullen. Maar op zich is dit wel heel handig en milieuvriendelijk. Dus ik ga deze allebei aan mijn zus geven. Ik denk dat ze hier sowieso blij mee gaat zijn. En misschien deze ook. I don't know. Maar ik kan het altijd raken. Ik ga me nou eventjes snel verder opmaken. En dan gaan we even bekijken hoeveel winst we hebben gemaakt. Dan ga ik even bekijken hoe duur alles individueel is. Als je het gewoon individueel zou kopen in de winkel. En hoeveel winst je hebt gemaakt nou omdat je maar slechts €20 hebt betaald voor de box. Maar ik ga me eerst even opmaken. Ik kom zo bij jullie terug. Daar ben ik weer helemaal opgemaakt. Terwijl ik heb een beetje een naturel bruine look gemaakt. Deze look komt op mijn Instagram, niet hier op mijn kanaal. En wat heb ik op mijn lippen? Morphe Sweet Tea Lip Pencil en Huda Beauty Lipstick. Dit is een hele mooie nude lipstick. Dit is de kleur, echt een prachtige nude. Dit is de kleur, kijk, Staycation. Is een matte lipstick, maar hij is echt super creamy. Hij is helemaal niet zo helemaal overdreven droog mat. Dus I love deze combo. Oké, we gaan even een berekeningetje maken. Dus ik pak weer mijn handige rekenmachine erbij. Wanneer iets niet full size is, haal ik ook echt iets af van de prijs, want anders vind ik het niet fair. Ik ga beginnen met de zonnebrandcreme. Die is dus niet full size. Die is €35 voor 200 ml. Wij krijgen 30 ml. Dus we gaan het even veranderen. Dan wordt het afgerond. Ik rond ook alles af. Ik ga niet helemaal per centje nog berekenen. Ik rond het af naar €6.
Deze is dus 6 euro gemaakt. Dan pakken we de gezichtsolie. Die is 40 euro voor 30 milliliter. Wij krijgen 10 milliliter, dus 1/3 van 40 euro. Dat wordt dus afgerond 13 euro. Dan de haarborstel, die is full size 15 euro. De mascara ook full size 21 euro. En de shampoo, die hebben we ook full size, die is 12 euro. Als je dan alles bij elkaar optelt, wordt het 67 euro. Als je dus alles individueel zou halen in de winkel, betaal je 67 euro. Ik haal er 20 euro van af, want dat is wat jij betaalt. Dus je hebt een winst van 47 euro. Nou, dat is echt weer top. En ook niet te vergeten, je krijgt ook zo'n handige box. Deze box, je kunt ze zo op elkaar doen. En dan heb je gewoon een ladekast. Dat is echt super leuk. Dat heb ik ook gedaan hierachter. Dus echt ook super handig om te gebruiken. Dus dat was het weer voor vandaag. Nogmaals, als je wilt abonneren, er staat beneden een linkje. Kun je gewoon makkelijk abonneren. Ik hoop ook dat iedereen weer heeft genoten van de video en ook weer blij is met de box. En voor de mensen die al zijn geabonneerd en de box ook hebben gekregen, let me know wat jullie ervan vinden. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats ook hier mijn hoofd in beeld om te abonneren. En ik plaats 2 video's in beeld die je misschien ook kunt gaan bekijken als je ze nog niet hebt gezien. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!